Bijna geruisloos. De F-35, alias de Joint Strike Fighter. Zwevend in de lucht. Politiek Den Haag heeft na jarenlang wikken en wegen eerder dit jaar besloten tot aanschaf van ruim 30 toestellen als vervanger voor de F-16. De aanschaf zou veel bedrijven werk opleveren. De eerste resultaten zijn nu zichtbaar, zoals in Almelo. Met deze miljoenenorde van Aeronamic is veel werkgelegenheid gemoeid. Volgens de directie gaat het dan om zo'n 50 personeelsleden. De productieduur, ja, als we naar de F-16 kijken als referentie, dat kan dus 40 jaar duren. De JSF ook 40 jaar gebouwd gaat worden. Ja, dan praten we dus over productiewerk tot 2050. De directie is trots, want in Almelo lopen flink veel technici bij het bedrijf die het volgende ontwikkelen voor de Joint Strike Fighter. Aeronamic heeft een contract verworven voor het leveren van een systeem dat de hulpmotor start, energievoorziening regelt en de koeling van de elektronica verzorgt. Het is de bedoeling dat Aeronamic de komende decennia voor zeker 3000 toestellen het systeem maakt.